welkom bij een nieuwe video van mij. Het is vandaag, gewoon random in de week, het is vandaag zaterdag en het is volgens mij, als ik het goed heb, 7 mei. Het is vandaag 7 mei. Ik ga nu Amaya de haren doen. Het is best wel vroeg, het is 10:15, maar daar heb ik het gewoon alvast gedaan. En that's it. Ik ga dat eventjes doen nu. En ik neem jullie mee in het proces. Theater en we gaan naar de voorstelling Kirikou en de Heks. Het is best wel druk, dus ik weet niet of jullie me horen. Maar dit verhaal hebben we echt vaak gekeken, die tekenfilm. Ik raad het echt aan voor iedereen met kinderen. Het is echt leuk, het is een Afrikaanse film. Origineel is het in het Frans, maar we hebben het echt vaak in het Engels gekeken. En toen ik deze voorstelling op de internetsite zag, dacht ik van daar moet ik naartoe. Want Maya en ik zijn al vaker, hebben dat al vaak gekeken. En ik ben benieuwd hoe ze dat als voorstelling gaan doen. Dus ja, we kunnen zo meteen naar binnen. Het begint om 3:00. Dus, we gaan. Heb je er zin in? Na afloop kregen we nog werden de pastijtjes uitgedeeld. Een limonade voor de kinderen. Maar het was wel leuk. Ik had het persoonlijk een beetje anders verwacht. Want in de film Kirikou en de Heks. Ja, gaat het om een kleine jongen. En in deze voorstelling waren ze alle drie volwassen. Er waren maar 3 acteurs. Dus ze gingen allemaal verschillende personages spelen. Maar ja, ze hadden het wel leuk gedaan. Toch Maya? En nu gaan we eventjes naar de poort lopen. Dat was trouwens bij mijn parktheater. En er was braderie in de poort. Maar zeker kunnen we niks lekkers mee halen. Maar we gaan het toch even proberen. En zo, we hadden alleen vleesworst kunnen halen, want we gingen in de rij staan voor barbecue, maar ze hadden alleen krabbetjes, wat zo vermoeiend was, want ik dacht, daar heb ik nog tenminste een kans om te gaan, maar ze hadden alleen krabbetjes en we eten geen varkensvlees. Maar wie gaat nou voor krabbetjes in de rij staan? Dat zit... Trek! Oh. Ja, we staan ook in de wasstraat. We doen alles tegelijk, maar goed.
Doeg. Het is inmiddels de volgende dag. Het is vandaag zondag. En het is vandaag moederdag. Volgens mij is 8 mei. Ja, moederdag voel ik niet echt vandaag. Dit jaar weet ik veel. Maar we gaan er eventjes gewoon, we hebben gewoon gegeten. We gaan proberen een nieuwe dag, een leuke dag van te maken. Gewoon normaal eigenlijk. Maar omdat Maya maandag weer naar school moet, dacht ik van ja, dat is leuk om eventjes naar Artis te gaan. En? Dus we zijn nu onderweg naar Artis. Nou, we moeten nog de metro pakken en gewoon een klein stukje lopen. En misschien, heel misschien dat we daarna later nog gaan uit eten, maar dat, daarover zit ik nog na te denken. Toen we gingen ontbijten, hadden we brood met ketchup en knakworst. En met siroop erbij. En Shakur had een broodje met jam om. Omdat hij, volgens mij houdt hij wel van jam. Oké, dus dat is, we gaan naar de metro. Wat jullie ook zagen is dat Maya een cadeautje naar mijn moeder ging brengen alleen. Ik had ook een ontbijtpakket voor mijn moeder besteld. Bij Warung Noah of zo had ik voor het eerst gedaan. Maar toen had mijn moeder een foto gemaakt en het zag er best wel goed uit. Maar ik had nog een parfum voor haar besteld bij Easy Body, dus die had mij eventjes voor haar gebracht. We zien jullie later. We zijn gearriveerd in Artis. Wij zijn bij de eerste dieren. Ik had een paar restaurantjes gebeld, maar Maar ziet er niet uit. Maar ze zijn of vol, of ja, het kan pas later in de avond. En ik wou niet zo laat gaan, dus ja, ik dacht ik bel om 5 uur. En ik dacht, het is nog vroeg om te bellen, maar het was dus niet vroeg. Nou, voor mij kan je altijd wakker maken voor pizza. Dus ik had Amaya gevraagd van wat wil jij eten? Zij wil graag pizza, pepperoni eten. Nou, daar maken we er een pizzaavond van. En ja, dan gaan we dat gewoon lekker eten en dan een filmpje erbij. That's it. Doei.
Maya heeft dan pizza pepperoni. En ik heb een lekkere pizza shawarma. Mijn favoriet, mijn favoriet, mijn favoriet. Mag ik iets zeggen? We zagen bij Artis Calling Julian. Maar zonder hoedje dan. Gastuk. En mijn vriend heeft een, hoe noem je het? En een, ja, ik kom bij een pasta. En we zagen ook we zagen ook een Marty van Madagaskar en we zagen die ene leeuw. Ja. Nou, goedemorgen mensen. Het is inmiddels de volgende dag. Ik had mijn vlog gisteren niet afgesloten. Maar goed, het is vandaag dus maandag. En ik ben me aan het klaarmaken om naar het werk te gaan. En ik dacht, hey, laat me jullie weer meenemen in een snelle get ready with me. Het is nu op dit moment 7:10 of zo. En dan kunnen jullie ook zien wat ik gebruik voor mijn wenkbrauwen. Want ik hoor vaak van, wat gebruik je voor je wenkbrauwen? Heb je henna, dit, dat? Nee, ik zeg nooit henna. Ik had volgens mij al een storytime gegeven wat er was gebeurd toen ik henna had gezet. Maar goed, ik gebruik dus, ik ben gedoucht, alles, maar ik heb nog geen vaseline voor mijn gezicht gezet, dus alles voelt zo droog aan. Ik gebruik deze potlood van Hema. En het is nummer 46, het was vroeger nummer 9. Dat gebruik ik voor mijn wenkbrauwen. Ik heb geleerd op YouTube hoe ik mijn wenkbrauwen moet tekenen. Want eerst ging ik altijd struggelen van, oké, ik snap het niet. Hoe krijgen vrouwen zo mooi hun wenkbrauwen en alles is perfect en zo. Ik heb het op YouTube geleerd. En nu gaat het me best wel goed af. Af en toe lukt het niet. Maar goed, ik ga dit eventjes doen. Oké, dus ik teken altijd eerst onder en bovenaan en dan ga ik het inkleuren. Soms lukt het gewoon niet en dan word ik helemaal boos. Haal ik alles weer weg. Maar de laatste tijd lukt het aardig. En hier aan de voorkant, ik ben echt dichtbij. Hier aan de voorkant doe ik het heel lichtjes. Ik heb het heel lichtjes. En zogenaamd een paar extraatjes erbij. Nou, dus zo ziet mijn wenkbrauw dan eruit. En dan moet ik deze nog doen. Mijn wenkbrauwen zien er ook altijd ongelijk uit. Maar zo weird, hè? Mijn wenkbrauwen zijn nooit hetzelfde. Zo is het eenmaal. Deze kant is meestal niet de juiste kant, dat het goed komt. Zie je een verschil? Deze is wat ronder, lijkt het, en deze is wat vierkant. Maar ja, als je van een afstand kijkt. Nee, dat is de enige make-up die ik zet. En dan om het strakker te krijgen, zet ik altijd een concealerrandje erbij. Ook al heb ik mijn wenkbrauwen al geëpileerd. Alles. In principe is het niet nodig, maar om het nog strakker te krijgen, zet ik dit. En deze heb ik van de Kiko. En, oh nee, het is nummer 11. Dat is goed voor mijn huidskleur. Voor de rest weet ik niet eens waar ik dit allemaal kan zetten. Ik weet alleen dat ik het onder mijn wenkbrauw zet. Voor de rest weet ik niet eens waar. En dit had ik van de Primark al lang.
al jaren, maar dat doe ik het hieronder. Pap. Dit kon ik wel leren op YouTube, maar die wimpers plakken lukt nog steeds niet. Ik moet eerlijk zijn dat ik het ook niet nog een keer heb geprobeerd hoor. En soms zit ik nog boven, maar niet altijd. Nu is het eigenlijk niet nodig, maar ik doe het toch eventjes. Kijk, aan de ene kant wil ik powder brows. Maar aan de andere kant denk ik van, oké, wanneer ik mijn wenkbrauw heb getekend en mensen vragen me van, zo, wat doe je je wenkbrauwen? Of wat gebruik je voor je wenkbrauw? Is het henna of zo? En dan zie ik het toch als echt een positieve reactie. En dan denk ik, oké, ik heb echt mijn wenkbrauwen dan goed getekend. Want mensen denken dat ik ervoor naar de dingen ben gegaan. En dan vind ik het ook mooi. Soms vind ik mijn wenkbrauwen zo mooi gedaan. Dan denk ik, oké, ja, I did that. Maar ja, om het gewoon gemakkelijker te maken voor mezelf, om niet de hele tijd te tekenen, wilde ik wel een dagje wenkbrauw zetten. Vooral als je op vakantie bent, hoef je het niet te tekenen. Hoef je niet bang te zijn dat je wenkbrauw eraf gaat wanneer je moet zwemmen of zo. Maar ja, dat is dus die wenkbrauw. Ik ga nu mijn foundation zetten. En dit is mijn foundation. Vaseline. Ik zet geen foundation. Ik heb nu eens een idee hoe je foundation moet zetten. Dus, ja. Ik heb geen wimpers. Ik heb geen mascara gezet. Ik zet niet altijd mascara als ik naar mijn werk ga. Zet ik niet altijd mascara, want dat is gewoon iets extra, zeg maar. En het hoeft niet altijd, als ik maar die wenkbrauwen wel heb. Want als ik en geen mascara en geen wenkbrauwen, is het op zich sowieso kaal. Maar dat vind ik niet erg, want in het dagelijkse leven, als ik gewoon niet moet werken, teken ik mijn wenkbrauwen ook niet altijd. En ik ga gewoon zo naar buiten, ik heb schijt. You have to take me as I am. Wenkbrauw of geen wenkbrauw. Haar is fout, ik kan niet wachten om naar de kapper te gaan, mijn god. Haar is echt vreselijk. Anyway, welke parfum ga ik vandaag zetten? Ik ben altijd iemand van, oké, parfum. Ik wil nooit een te dure parfum zetten als ik toch gewoon naar mijn werk ga. Maar dan denk ik weer van, oké, parfum is om te zetten. Maar ik ben altijd zo lomp. Ik heb op moederdag een parfum gekregen. Want ik had, toen ik voor mijn moeder parfum ging kopen, had ik het gezien bij Easy Paris. En ik ruik altijd aan die parfums die openstaan. En ik zag een YSL met paars. Gewoon die Black Opium, maar dan met paars zo. Je hebt roze en paars. En die paars, die ruikt ook echt lekker. En ik had eentje van Givenchy gezien. En die was echt lekker. En die bleef ook echt lang. Dus ik had meteen een foto gemaakt en naar mijn vriend gestuurd van, ik wil die parfum. Nou, ik kreeg hem en dat is deze. Ik heb het zelf nog niet gebruikt. Givenchy Le Interdit of zo. En het ruikt zo spang. Maar ik wil het niet zetten omdat het gewoon duur was. En ik ga naar mijn werk. Ik ga gewoon een andere lekker zetten. En het is deze. Deze. Het is mijn lievelingsmerk van parfums. Onder andere Zadig & Voltaire. En deze heet dus Just Rock. En ik heb nog eentje van Zadig & Voltaire. En dat is deze Girls Can Do Anything. Maar je hebt ook eentje Girls Can Say Anything. En die is ook zo lekker. En die geuren blijven zo lang. Het is echt een van mijn favorieten. Oh jee. Het is ook bijna op. Ik heb nieuwe hebben hoor. Dus dit is ook eentje van mijn, echt mijn favoriete merk. Van parfums. En deze ruikt ook wel goed. Deze is van Burberry. Ik weet niet wat er nog wat op staat. Wat het is. Maar deze ruikt ook echt lekker. En deze van Jimmy Choo is gewoon bijna op. Ik vind het echt jammer, kijk, bijna op. Had ik al een keertje gewezen ook. Maar deze ruikt echt ook lekker. En daarom is het ook op. Deze kent iedereen. Maar het is ook bijna op. En ik wil ook nog gewoon een nieuwe van deze. En deze is van Lanvin. Le Meur.
moet nog een paar parfums halen. Die van Lanvin is oké. Het is niet echt dat ik zeg, ja man, die is echt lekker. Die raad ik niet aan, in ieder geval. Of je moet ervan houden. Daarom is die nog vol. Anyway, ik ga me verder klaarmaken. Ik heb dus mijn wenkbrauwen gedaan. Dit is de eindresultaat. Had ik hier wel dingen gezet, ja. Ik ga geen mascara zetten. Ik heb vaseline gezet, parfum gezet, oorbellen aan. Ik ga nu een hoofddoek zetten, want mijn haar... Nee, ik moet tijd maken om mijn haar netjes te zetten en ik heb geen zin. Dus dan ga ik dat nu eventjes doen. Ik kom later terug met een zogenaamde outfit check. Check. Deze blazer van de Zara. Blouse heb ik van de Zara. Deze high-waist jeans heb ik van de Zara. En deze high schoenen die ik altijd aan heb, want ze lopen vreselijk lekker. Ik ga nu richting het werk. Ik werk ook ergens anders nu. Binnen hetzelfde bedrijf, maar andere functie en andere locaties. Dus ik moet met de metro, of moet niet, maar met de metro is het makkelijker te bereiken. En daar loop ik tenminste, ben ik een beetje in beweging. Dus maar ja, ik ben al een soort van een beetje laat, dus ik ga nu naar buiten. Hey, dit is zo een... Allemaal niet schuil, het is vroeg. Maar dit is zo'n vervelende ochtend. Ik ben ten eerste laat. Omdat ik pas mijn portemonnee thuis was vergeten. Dus ik moest weer terug. Gelukkig was ik niet zo ver. En daarna dacht ik dat die kinderwagen in de auto was. En mijn vriend was nog niet thuis van nachtdienst. Uiteindelijk toen ik die buggy wou pakken in de schuur... Als die kinderen waren gewoon daar. Dus zomaar tijd. Zo moe. Nou, het is vandaag. Ik had even niet meer gevlogd. Ik weet even niet meer wat ik voor het laatst had gevlogd. Of als ik thuis was of zo. Maar anyway, ik had ook gezien dat ik mijn vlog niet had afgesloten. En dat wilde ik dus vandaag doen. Zoals jullie zien ben ik in de auto. Ik ben onderweg naar voetbaltraining. En het is vandaag ook... Wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag dus dinsdag. Dus dat ga ik doen. En ik wil bij deze gewoon mijn vlog afsluiten. Vond je het een leuke vlog? Laat dan een blauw duimpje achter. Of een leuke comment. Of weet ik veel. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Bye bye! Thank you.